Welkom allemaal vanuit de Word Grote Studio in Stadion Euroborg. Een nieuwe warming-up vandaag met Moel en Koeri en Maarten Siepel. Welkom mannen. Dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Zeker, jongen. Met Mootje ook. Ja, gaat goed. Met mij ook goed. Mooi. Maarten, misschien kent nog niet iedereen jou. Nee. Misschien moet je jezelf even voorstellen. Waar kunnen mensen jou van kennen? Ik denk vooral van Conform in de podcast. De podcast die wij pak een beetje nu 3,5 jaar geleden zijn begonnen. Ik samen met Thijs en Wouter om eigenlijk een beetje vanuit het supporters oog naar FC Groningen te kijken. Dus eigenlijk daar vooral denk ik van. Dan ben je denk ik al heel lang fan van FC Groningen dat je daarmee begint. Want je begint niet zomaar een supporters podcast. Nee, natuurlijk. Ik kom hier gewoon uit de provincie. Dus voor mij was het altijd heel simpel toen je jong bent en een club moet kiezen. Dat werd in mijn geval gewoon FC Groningen. Al was het niet per se zo dat mijn vader me vanaf jongs af aan al meenam. Want die komt toch meer uit de Veendam-regio. Dus dat was toch meer BV Veendam. Maar eigenlijk op een gegeven moment een keer seizoenskaart gewonnen. Omdat mijn oppas die won. Toen nam mijn vader mij mee naar het seizoen 2008-2009 of 2009-2010. Dan word je supporter natuurlijk. En dan neem je dat als jong jongetje mee. En dan, ik zit er nu nog steeds. Zo vaak mogelijk in ieder geval. Zowel uit als thuis. Wat tof, wat een grappig verhaal dat je door een prijsactie eigenlijk in het stadion beland bent. Ja, en nooit meer weggegaan. Nee, eigenlijk niet meer. Nee. Verliefd geworden en dan blijf je erbij. Nu voor de vaste luisteraars van Conform in de podcast. Nu hadden we jou eigenlijk verwacht in het nieuwe kraantje papi trainingspak. Ja, dat klopt. Ja, ik heb me toch weer laten verleiden om dat te kopen. Ja, een beetje hetzelfde van omdat ik hiphop liefhebber ben. En dus eigenlijk ook mijn kraantje papi van vroeger al. Ja, toen kwam dit trainingspak. Dan moet je hem toch halen. Toch weer verleid door de fanshop. Maar je durft hem niet aan te doen nu? Nee, dat was ook misschien een beetje te veel van het groeien. Ik loop niet heel vaak overdag. Zeker niet als ik naar buiten ga in een trainingspak per se. Dus die hou ik vooral voor thuis. Heel goed. Mo, vanochtend getraind. Hoe was het? Ja, goed. Voorbereiding op morgen natuurlijk. Eigenlijk de standaard training die we daar doen. Afsluiten met de partij. Je was erbij. Beetje gekkenhuis ook. Ja, het was weer leuk om te zien. Nou, het was zeker leuk. Vooral oud tegen jong. Wat we nu de laatste weken doen. En daar heeft jong toch nog af en toe problemen mee. Vorige week hebben ze gewonnen, maar over het algemeen winnen wij de kleine partijtjes. Ja, dat zijn de leukste trainingen denk ik. Het plezier straalt er in elk geval vanaf. Ja, zeker. Ook vooral door de regels. Je bent constant bezig. Kleine partijtjes, doelpunten. Dus je bent constant bezig en dat maakt het leuk. Nu ben je ook een keer te gast geweest bij Conform in de podcast. Hoe was dat? Ja, klopt. We hebben het net even over gehad. En toen zei je ook van, volgens mij was ik de laatste speler, of niet? Ja, in ieder geval de meest recent inderdaad. Ja, dat was leuk. Dat was voor mij de eerste keer wat anders dan een normale interview na een wedstrijd. Eigenlijk een beetje net als dit. Ja, wat langer interview, hè? Ja. Wat meer ook over de dingen buiten het voetbal. Ja, en, zeker. En ik vond het heel leuk. Dat had ik toen ook al aangegeven van, leuk dat ik erbij mocht zitten. En ze hebben een prijs gewonnen. Dat zal dan wel dankzij hem ook komen, denk ik. Ja, natuurlijk, dat is ook Mo's verdienste. Ja, zeker, natuurlijk. Nee, wat is dat voor prijs, Maarten? Dat is de organisatie Total Football Awards. Die hebben elk jaar een voetbal awardprijs, waarin ze eigenlijk in verschillende categorieën prijzen uitreiken. En zo was er ook een categorie Eredivisie Fan Podcast, waarin wij dus waren genomineerd met eigenlijk alle andere Eredivisie clubs, behalve de traditionele top 3. Dat was eigenlijk gedaan omdat normaal gesproken als er bij een publieksprijs, dan zul je toch zien dat veel, hè, natuurlijk bij Ajax of Feyenoord podcast of PSV podcast, dat die eigenlijk winnen omdat die natuurlijk zo'n grote achterban hebben vergeleken met de andere clubs. Dus die hadden ze eigenlijk dit jaar in een nieuwe categorie apart gezet. En wij hadden deze keer gewonnen dan van alle andere Eredivisie clubs in dat geval. Mooi man, hoe hebben jullie dat gevierd? Ja, gewoon even een biertje, maar verder niet heel erg uitgebreid gefeed of zo. Nee, maar weet je, het is wel leuk en het is leuk om jullie te jullie kennende, wordt het af en toe wel goed gefeed? Het leven in ieder geval. Ja, nee, natuurlijk, zeker. Ik wil hier regelmatig op die tribune natuurlijk. Maar, weet je, het is leuk om te zien dat mensen stemmen op je en dat je die reacties krijgt. En dat het gewaardeerd wordt. Maar verder, ik word er ook niet heel erg anders van of zo. Hoeveel luisteraars hebben jullie nou gemiddeld ongeveer per week? Het hangt soms ook een beetje af van wat FC Groningen speelt. Je ziet als FC Groningen bijvoorbeeld toch een periode wat minder is, dan luisteren soms ook wat minder mensen. Het is nu een beetje gemiddeld rond de 1700, 2000, daar schommelt het een beetje tussen.
En als er bijvoorbeeld weer, je ziet wel als een aflevering is met bijvoorbeeld Mo, maar dat bijvoorbeeld ook met Mark-Jan Verderes of iemand anders van de club, ja, dan trekt dat natuurlijk standaard wel gewoon iets meer luisteraars. Dus nou, ja, dan heb je weer een beetje schieteren naar boven. Tof, mooie aantallen denk ik. Ja, zeker. Ja, het is ook misschien ook wel een beetje door corona is het ook wel gegroeid of zo. Daar zag je wel eens dat het echt een beetje omhoog ging. Misschien ook juist omdat mensen niet naar de stadions kunnen. Nou, veel mensen zijn ook een podcast begonnen, hè, in corona. Ja, dus zeker. Het is ook veel je ziet ook dat gewoon het medium is ook heel erg toegenomen. Dus weet je, dat trekt dan automatisch ook veel meer luisteraars, denk ik dan. Het is ook iets wat je onderweg aan kan zetten. Hè. Dat merk ik wel. Als ik iets terug moet kijken, denk ik, oh, dat wil ik nog zien, maar dan vergeet ik het weer en dan kijk ik het niet. Terwijl als je een podcast hebt, ja, ik zet het aan op de fiets of in de auto en dan luister je zo weg. Het is toch wel gemakkelijker om en toegankelijker soms dan iets kijken of op televisie of op YouTube of wat dan ook. Dus misschien moeten we dit ook maar een keer gaan vermarkten als podcast. Natuurlijk, ja, gewoon online zetten. Het is niet zo moeilijk, hoor. Zo moeilijk is het niet. Nee. We denken niet erover na, dus wie weet. Mo, we hebben jou natuurlijk ook uitgenodigd omdat je speler van FC Groningen bent en we graag meer van je willen weten. En ook meer van het team willen weten. Hoe kijk jij naar de afgelopen weken, hoe het team zich heeft ontwikkeld? Ja, positief. Ik denk vooral hoe we zijn begonnen na de winterstop. PSV en de wedstrijden allemaal daarna. Ik denk dat we echt wel gegroeid zijn als team. Ik vind vooral aan de bal dat we gegroeid zijn. Je ziet wel echt goed voetbal. Alleen af en toe nog in de eindfase verkeerde keuzes of beetje pech af en beetje toe. Beetje pech af en toe, waardoor je niet de wedstrijd echt op slot gooit. Waardoor je 1-0 voor staat en de tegenstander alles erin gaat gooien en dan moet je het tegenhouden. Maar ik denk dat wij zeker wel stappen hebben gemaakt aan de bal. Heb jij dat idee ook, Maarten? Ja, zeker. Ja. Het is eigenlijk wat Mo zegt. Ik denk ook, je ziet ook aan het begin van het seizoen, kwamen natuurlijk heel veel nieuwe jongens. Jongens kwamen ook binnen met blessures of bijvoorbeeld in Iran dus ook met een zware operatie gehad. Dus ja, weet je, dat heeft dan gewoon wel gewoon tijd nodig voordat je een beetje vastigheden denk ik in je elftal kan slepen. Ja, dat merkte je ook toen. In het begin ging het heel vaak, hadden we pieken, maar ook dalen. En ik denk dat je nu, vooral nu, de laatste periode wat vastigheid hebt. En dat eigenlijk wel... ik denk dat je zelfs nog te weinig punten hebt behaald voor wat jullie hebben laten zien de afgelopen weken. Pech bij PEC Zwolle uit, met die late tegentreffen. Ja, Fortuna zit daar thuis, die mag je in elk geval niet verliezen. Ja. Jij hebt wel een wat lastige periode gehad in januari en half februari nog, want je had een blessure. Wat had je precies? Ja, eigenlijk al eerder. Dat was de laatste wedstrijd Excelsior. In de beker en toen Heracles nog en AZ. Nee, Heracles en AZ heb ik niet gespeeld. Die heb je ook al niet meer gespeeld. Nee. Oh, Heracles was jouw laatste. Oh ja, Excelsior was jouw laatste wedstrijd. Excelsior was mijn laatste wedstrijd. Ik had buikspier, bovenbeen blessure. Omdat natuurlijk de wedstrijd van Excelsior 120 minuten was, veel energie. Gescoord toen nog? Ja, gescoord en een assist gegeven. Ja. En dan wil je dat eigenlijk doorzetten. Je pakt eindelijk een stijgende lijn. Alleen je raakt geblesseerd. Toen dacht ik ook samen met Wouter van de blessure is niet zo heel lang. Dus na de winterstop dan sta je er wel. Ja, de fysiotherapeut. Ja, de fysiotherapeut. En dan krijg je corona. En dat was wel even zwaar. Ik heb er ook niet heel erg veel last van gehad. Ik heb thuis ook niet zo heel veel gedaan, want dat mocht niet van de dokter natuurlijk. Alleen dan kom je terug en dan denk je van ik sluit wel weer even aan. Alleen ik voelde het wel in de trainingen en tijdens de wedstrijden toen ik inviel voelde ik het wel dat het wel wat met me heeft gedaan, conditioneel in ieder geval. Mm-hmm. Dus ik heb wel even denk een paar weken nodig gehad om weer fit te worden. En gelukkig ben ik nu weer helemaal fit. Ja, we kunnen er allemaal over mee praten. We hadden het al voor de uitzending over. We hebben het allemaal gehad inmiddels. Ja, klopt. Het is helaas, hoort het op dit moment bij. Ja, je kan er niks aan doen. Ja, dat is wel, ik denk als topsporter helemaal, dat je die laatste 5%, persoonlijk moet ik zeggen, conditioneel volgens mij, ben ik nog oké. Okay. Ik heb deze week weer zelf getraind dan op amateurniveau, maar daar heb ik er nog niet zo heel veel last van. Maar ik denk dat je op topniveau is het wel... Ja, ik denk dat het bij ons anders is, want de jongens die trainen wel gewoon door. Ja. En de enige ding
die ik kon doen was op een fiets thuis een programma van 20 minuten afwerken. Af en toe wat kracht. Maar de jongens zitten hoger in hun intensiteit. Dus voor mij, ja. Ja, dat is natuurlijk net het verschil tussen een bal wel hebben, niet hebben. Ja, zeker. Ja. Dus ja, ik had wel een paar stappen terug in mijn conditie. Daarom extra blij dat je er nu weer bij bent en weer in de basis terug bent gekeerd. Ja, zeker. Natuurlijk was het even moeilijk om weer terug te komen. Maar vorige week bij Zwolle wilde ik weer meer mijn stempel drukken op de wedstrijd. Ook de omstandigheden waren niet lekker. Maar ik denk nu weer afgelopen wedstrijd zat ik er weer lekker in. Aan de bal ook, dreigend met dribbles. Ook een aantal keer goed onder de druk uitgevoetbald. Ja. Een paar mooie schuine steekballen op Duarte. Ja, dat is Duarte. Ook iets wat ik bedoel. Dat, met dat voetballen, dat hebben wij, dat doen wij nu goed. En gaat lekker en ik ben er blij mee. Ja, dat was echt een geweldige aanval geweest. Ik weet niet, die had ik ook ik heb hem teruggezien. Volgens mij counter. Nee, hun... ze hadden een voorzet. Van links. Ja. En voetballen wij goed eronderuit. Suslov geeft nog een goede bal op Paulus. En die keeper houdt hem tegen. Het was een mooie teamgoal geweest. Ja, zeker. Maar die hebben jullie bewaakt voor Feyenoord, neem ik aan. Zeker. In de Kuip. Hey, nu zagen we je ook afgelopen week na de wedstrijd met je kleine op het veld. Ja. Hoe gaat het met hem? Ja, gaat goed. Hij groeit. Hij is gezond. Dat is voor mij het belangrijkste. En gaat goed. Hij is druk. Is een drukke jongen. Iets ouder dan 1 is hij nu? Ja, 13 maanden. 13 maanden, ja. Nu. En hij loopt nog niet, maar hij maakt wel, gaat wel bijna lopen. Hoe bevalt het vaderschap? Ja, heel leuk. Het is natuurlijk, mijn zoon is mijn alles, mijn zoontje is mijn alles en alles wat ik doe, doe ik ook voor hem. En je gaat toch anders nadenken over keuzes die je gaat maken in het leven, daar komt hij altijd wel in terug. Ja, mooi man. Dus, mooi, dat is, mooi om te zien na afloop van de wedstrijd. Het was ook zijn eerste keer hier in het stadion dat hij een rondje wat gaaf. Heeft gelopen met de supporters erbij, dus dat was heel leuk. Hij bleef ook maar kijken, heel druk om zich heen. Dus, ja, dat zal wel veel indrukken natuurlijk. Ja, zeker. Nee, was leuk. Ja, heel gaaf. Morgen is Feyenoord de tegenstander. Jouw oude club, daar heb jij je opleiding genoten. Hoe kijk je daarop terug? Hoe is het om in de jeugdopleiding van Feyenoord Rotterdam te zitten? Ja, het was een leuke periode. Ik kwam daar, 11 jaar ongeveer was ik daar. Hoe ik er nu op terugkijk, veel emotie. Natuurlijk blijdschap, maar ook jongens. Ik had het met jou ook in de podcast erover. Teamgenoten die dan vrienden worden, maar die dan weer afvallen en weg worden gestuurd. Dus veel emotie. Maar ik denk heel leuk, vooral richting het einde. Want ik was nooit een talent. Ik moest altijd hard werken. Mm-hmm. En richting het einde A1, stak ik er wel bovenuit en ging het wel gemakkelijk. En dat was denk ik mijn leukste periode. En dan nog een beloning met een contract. Het kampioenschap was je natuurlijk onderdeel van toen. Ja, klopt. Dat was mijn debuutjaar, eerste jaar. En na 18 jaar kampioen worden. Ik ben ook opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Dus we gingen naar de wedstrijden met onze ouders, teamgenoten. Een soort van familieuitje. Mm-hmm. Dus na 18 jaar, als je dan erbij zit. Ik heb niet veel gespeeld, maar ja. Zat je die wedstrijd op de bank? De kampioenswedstrijd? Ja, klopt. Je zag de Wierik uit mij. Ja. Ik heb het nog heel vaak met hem erover. Het was heel mooi om dan mee te maken. Ja, waanzinnig. Ja. Nu kom je dan morgen terug. Ook eindelijk weer in een volle Kuip natuurlijk. Ja. Want jullie hebben 2 jaar geleden niet tegen Feyenoord gespeeld in de Kuip. Omdat het seizoen werd niet afgemaakt door corona. Klopt. Vorig jaar in een lege Kuip. Klopt. Wordt het jouw eerste basisplaats in een volle Kuip? Of speelde je daarvoor ook? Ik speelde... Volgens mij was mijn laatste wedstrijd in de volle Kuip. Met Willem II halve finale beker. Dat was mijn laatste wedstrijd. En morgen weer een volle Kuip. Mooi man. Kijk er naar uit. Veel mensen op de tribune die je kent? Familie, zeker. Familie, vrienden.
Dus die komen allemaal kijken. En voor mij is dat natuurlijk wel iets extra speciaals, omdat ik ook letterlijk in Zuid woon en ik heb daar gespeeld en ben daar opgegroeid. Dus voor mij is het heel mooi om daar weer terug te keren. Maarten, kijk jij uit naar de wedstrijd van morgen? Ga je heen? Ik moet zelf voetballen. Dus dat wordt dan natuurlijk een beetje lastig. Maar ik moet wel zeggen, Feyenoord uit is altijd wel leuk om heen te gaan als supporter. Ik ben ook wel eens bij PSV uit geweest of zo. Weet je, het zijn natuurlijk grotere stadions. Maar ik moet wel zeggen, ik had ook wel een moment dat je dan in de Kuip staat en dan toch hand in hand kameraden. Ja, ik bedoel, ondanks dat je dan wel voor FC Groningen bent, is het wel echt wel een kippenvel momentje. Ik bedoel, ik snap wel dat er veel Feyenoord supporters zijn die echt heel veel waarde hechten aan dat stadion. Dus ja, het is er al geweldig om supporter te zijn. En ik denk dat het ook gewoon, zeker voor jou ook toen je nog bij Feyenoord zat, geweldig om dan onderdeel van dat team uit te maken in zo'n stadion. Ja, zeker. Ik weet nog dat ik mijn debuut maakte en dat ik erin kwam en dat de supporters gelijk achter je gaan staan en in de Kuip. Het is echt waanzinnig. Ik weet nog dat wij daar een jaar of 5 geleden speelden en Robin van Persie was net terug bij Feyenoord. En die ging zijn rentree maken voor Feyenoord tegen Groningen. Maar hij begon op de bank. En hij begon eind eerste helft warm te lopen. En de hele Kuip was in de eerste helft eigenlijk rustig. Ja. Dat was, Groningen was zelfs beter. Tenminste, ik heb een groen-witte beeld. Groningen was beter. Wat een kans. Het was 0-0 ook nog. Ja. En Van Persie die begon warm te lopen. En ze begonnen hem toe te zingen. En die hele Kuip die leefde toen naar het moment dat hij erin kwam. En die hele Kuip ging los toen hij gewoon alleen maar het veld binnenliep. En hij stond nog geen 2 minuten op het veld en volgens mij Joël van Niefklee uit of zo. En hij schiet die bal tegen de touwen en die hele Kuip, die trilt heen en weer. Nou, het is echt bizar. Ik ben bij veel wedstrijden met FC Groningen geweest. Maar ja, het was net alsof ze kampioen werden. Nou, echt gek huis. Er gaan meer dan 400 supporters ook mee naar de Kuip. Dus dat is hartstikke mooi vanuit FC Groningen. Dus hopen dat in ieder geval die Kuip morgen niet gaat schudden. En dat jullie de punten gaan pakken. Ik vroeg ondertussen vanochtend al aan trainer Danny Buijs waar de mogelijkheden liggen tegen Feyenoord. En daar gaan we nu even naar kijken. Voor komend weekend tegenstander Feyenoord. Hoe staat de selectie ervoor? Is iedereen beschikbaar? Nee. Jan Hoekstra die was er natuurlijk vorige week al niet bij. Nou, die zal dit seizoen er niet meer bij zijn. Jan moet een operatie ondergaan. Dus die moet zich gaan richten op volgend jaar. Daniel is ziek op dit moment. Dus dat is een grote vraag of die er beschikbaar is. En daarnaast is Michael de Leeuw deze week wat klachtjes, waardoor hij niet alles getraind heeft. Dus ook dat zullen we vandaag moeten bekijken of dat goed genoeg is voor morgen. En alle andere jongens, zoals het er nu uitziet, zijn die er wel bij. Maarten, jij gaat vaker naar uitwedstrijden toe, morgen toevallig niet. Hoe is zo'n sfeer in een uitvak? Ja, dat is super leuk, man. Ik denk zelfs dat het soms wel leuker is om dan naar een thuiswedstrijd te gaan. Het is sowieso leuk om een beetje ook gewoon rond in Nederland te kijken van hoe de sfeer is in andere stadions. Maar vaak ook omdat het is ook meer een dagje uit of zo, weet je wel. Zeker als je vrij vervoer hebt en je kan gewoon met de trein heen. Dan ga je met de trein naar Venlo of naar Utrecht of weet ik veel wat. En dan kan je gewoon eerst lekker 's middags gewoon ergens misschien in de stad of waar dan ook gewoon lekker biertje drinken volgens naar die wedstrijd toe. Het is alleen niet altijd heel vaak zo dat FC Groningen uitwedstrijden wint. Ik denk van al die uitwedstrijden die ik heb bezocht, is denk ik misschien om maar 1 of 2 handen te tellen hoe vaak FC Groningen heeft gewonnen. Maar weet je, dan is het resultaat is ook gewoon wat ondergeschikt aan die hele dag. Weet je, het is gewoon leuk om heen te gaan en als je wint, dan is het gewoon mooi meegenomen eigenlijk. Zo is dat. Supporters zijn ook altijd heel erg aanwezig. Ja. PEC Zwolle uit vond ik echt heftig, man. In een positieve zin. Altijd echt aanwezig. De uitvakken zijn vaak, de hele groep zingt dan, hè? Dus het hele vak zingt. Dat is ook mooi. Dat is er ook inderdaad ook mooi, weet je wel. Iedereen gaat erachter staan en het klopt ook wel wat Mo zegt. Eigenlijk misschien, je zag ook al in de periode voor corona, dat het begonnen steeds meer mensen te worden. Misschien toch een beetje mond-tot-mond reclame dat het tof is om daarheen te gaan. En dan krijg je bijvoorbeeld inderdaad, zoals je tegen Zwolle zag, gewoon uitvakken, man. Ja. Mooi, man. Dan wil ik nog wel graag weten van je, waar liggen de kansen tegen dit Feyenoord? Feyenoord verloor natuurlijk vorige week van AZ. Dus waar liggen de kansen om te winnen morgen? Misschien niet te veel weggeven, maar... Feyenoord is gewoon een goede ploeg.
Hebben veel kwaliteiten, individuele kwaliteiten. Ja, doen het goed dit seizoen. Doen het goed dit nog seizoen. Nog in de UEFA Conference League. Toch ja, ook nog? Ja, ja, ze doen het goed. Ik denk... Wat de Europa League zeggen. Ik denk dat wij gewoon moeten doen wat wij de laatste periode, laatste fase hebben gedaan. Lef hebben aan de bal, ook in de volle kuip, wanneer de momenten daar zijn om te voetballen, gewoon voetballen. En verdedigend in duel was komen. En ja, ik denk dat vooral aan de bal ook kansen liggen. Maarten, een beetje vertrouwen in een goed resultaat? Nou, het is toch wel, volgens mij was het ook de laatste wedstrijd in de regenkuip. Was bijvoorbeeld ook de kans van Remco Balk. Er zijn wel kansjes. Ook de laatste keer dat ik in de kuip was, die keer daarvoor. Bijvoorbeeld ook echt nog een keer een goede eerste helft gespeeld. En ja, dan beloon je jezelf net niet om een keer lekker op voorsprong te komen. Maar kijk, als je gewoon wel heel eerlijk naar kijkt, is het natuurlijk wel tegen zo'n goed Feyenoord wordt het wel lastig. Maar ja, weet je, ik bedoel, ze hebben in ieder geval voor jullie wel gewoon een beetje vertrouwen kunnen tanken van de afgelopen maand. En het ziet er ook inderdaad aan de bal beter uit. En het is wel interessant ook vooral om te zien hoe dat gaat zijn tegen zo'n topploeg als Feyenoord. Dus daar kijk ik eigenlijk ook wel vooral vanuit een interessevlak wel, denk ik, naar uit. Ik heb altijd het gevoel in de Kuip als FC Groningen daar speelt en dan in de eerste helft van oh, we hebben echt een kans, we zijn beter. En uiteindelijk, aan het eind van de score is het weer 1 of 2-0 voor Feyenoord. Maar goed, het moet een keer andersom weer zijn. Het moet een keer weer goed gaan vallen, dus daar hopen we op. Ondertussen gaan we even kijken naar de battle, want wekelijks doen John de Jonge van de sportsvereniging en oudspeler Koet Elshot spelen de battle en daarin voorspellen ze wedstrijden. En vorige week was een hele goede week, want ze hadden allebei de perfecte score. Lukt dat ze deze week ook? We gaan het zien. En Martin heeft daar nu ook wel zijn naam gevestigd, maar dan niet zeg maar als degene die toen die twee doelpunten maken, maar degene die de hele koelkast van de supportersvereniging van Feyenoord bijna leeg dronk, want hij wou ook niet mee het vak op, hij bleef maar bier drinken. Ja. John en Koert pakten de volledige buit tegen Willem II door de winnaar en de stelling goed te voorspellen. Lukt dat de heren ook tegen Feyenoord? Het is alweer 15 jaar geleden dat FC Groningen voor het laatst won in de Kuip. Een wedstrijd wat eigenlijk nog wel spraakmakend was, is natuurlijk die van Martin Drent. 1-2 winst in de Kuip. Volgens mij zat er ook nog een stiftje bij van Martin. Ja, die kwam eigenlijk heel verrassend natuurlijk en onverwachts dat we die pot daar wonnen. Ja. Dus dat is wel een van de mooiste herinneringen in de Kuip. Een winst en dan op die manier weggaan. Kan ik er nog iets over aanvullen? Wij hebben als een soort bijgeloof hebben wij een aantal jaren geleden Martin meegenomen. Naar een uitwedstrijd in het uitvak met het idee, nou ja, toen wonnen we, daarna van mij nog één keer weer en daarna ook nooit weer. Ja. Dus we nemen hem mee, ook naar de supportersvereniging van Feyenoord. En Martin heeft daar nu ook wel zijn naam gevestigd, maar dan niet zeg maar als degene die toen die twee doelpunten maakte, maar degene die de hele koelkast van de supportersvereniging van Feyenoord bijna leeg dronk. Maar hij wou ook niet mee het vak op, hij bleef maar bier drinken. Dus dan, zo staat hij nu bekend bij de supportersvereniging van Feyenoord. Als voetballer kunnen ze hem niet herinneren, dat? Nee, dat konden ze niet herinneren. Die twee, dat hebben ze denk ik verdrongen of zo, maar dit gaat er nog bij. Feyenoord draait natuurlijk als een tierenlier dit seizoen. Thuis in Groningen hartstikke goed natuurlijk. Hè. Vooral verdedigend opzicht. Het was moeilijk voor Feyenoord om die muur te doorbreken. Ik denk eerlijk gezegd Feyenoord uit voor heel veel ploegen kansloos daar. Maar als supporter zijnde hoop ik op een 1-1. Ik maak er 0-0 van. Ik denk dat inderdaad de technische staf het zo neer weet te zetten dat Feyenoord er gewoon niet doorheen komt. Nou ja, misschien dat we ook niet zelf veel gaan creëren, maar we gaan gewoon een puntje steken. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Bij mij niet. Ja, dat hoop ik toch wel. Ja, daar gaan we wel vanuit. Mo, tot slot. Je hebt laten weten dat je het eind van het seizoen gaat vertrekken bij FC Groningen. Waar hoop je op? Waar droom je van? Waar ik echt van droom, dat is Spanje. Dat is iets waar ik altijd van heb gedroomd. De manier waarop ze voetballen. De emotie die ze daar hebben in het voetbal. Maar voor mij, voor nu is dat...
ik focus me daar nu niet op. Het is belangrijk dat ik mij hier focus nu. De laatste maanden hier bij de club. En ik wil het goed afsluiten met de supporters. Dat is voor mij het belangrijkste. En wat er op me af gaat komen, dat zie ik dan wel. Ik laat het gewoon... Want hoe gaat dat? Ze komen bij jouw zaakwaarnemer en dan jouw zaakwaarnemer die gaat jou op een gegeven moment bijpraten van nou, dit zijn je opties en hier kan je uit kiezen. Ja, mijn zaakwaarnemer eigenlijk een beetje zo. Alleen hij weet ook van, er zijn interesses, maar zolang er niks concreets is, hoef ik daar niks van te horen. En laat mij maar gewoon voetballen en me focussen hier op de club en het team. Dat is voor mij het belangrijkste. En als er iets echt concreets is richting het eind, dan zal ik wel met hem in gesprek gaan. Ja, maakt het ook misschien nog uit dat je natuurlijk, je bent nog wel een jonge vader, 13 maanden zijn, het is je zoontje. Maar heeft dat ook nog wel invloed op een keuze die je wil gaan maken deze zomer? Ja, ook. Maar... Niet naar Oekraïne op dit moment, denk ik. Nee, zou ik niet doen. Bijvoorbeeld. Nee. Niet naar Oekraïne op dit moment. Oh, nee, dat zeker niet. Maar... Ik denk vooral voor mezelf, wat ik net al aangaf voordat we begonnen. Ik denk dat het voor mij tijd is om een nieuwe stap te maken, een nieuwe uitdaging. Ja. Een beetje een nieuwe prikkeling. Ik denk dat ik me hier goed ontwikkeld heb. Ik ben ook dankbaar, ik ben de club ook dankbaar, de trainers. Eigenlijk iedereen die wat te maken heeft met FC Groningen. De supporters natuurlijk. Maar voor mij is het nu wel tijd om een stap te gaan maken en ik denk zelf dat ik er wel klaar voor ben om bij een andere club mezelf nog verder te ontwikkelen. Ik denk dat het nu een mooie timing is. Ja, ik denk ook wel dat Mo heeft denk ik ook wel echt een uniek verhaal hoor. In de zin van je kwam hier binnen natuurlijk als jongen van Feyenoord. Hij heeft nog verhuurd geweest aan Willem II. Een beetje buitenspeler die misschien een beetje te veel schade deed. Ook om heel eerlijk te zijn, niet altijd geliefd was bij supporters. Maar als je ziet de ontwikkeling die je op een gegeven moment hebt doorgemaakt. Met eigenlijk als kers op de taart natuurlijk het aanvoerderschap. Ja, daar ben ik ook. Daar was ik natuurlijk ook heel erg trots op. Dat ik aanvoerder mocht zijn van de club. Dus wat je eigenlijk zegt, ik kom hier als een eeuw mannetje binnen. Nog niet heel veel wedstrijden gespeeld. En ik heb nu echt wel ervaring in de Eredivisie en ik heb me ontwikkeld. Taakbewuste speler. Ik speel altijd in dienst van het team. Rechtsbuiten, linksbuiten, rechtsback, linksback, wingback. Op het middenveld heb ik gespeeld, alleen niet als centraal verdediger. Dus ik heb me overal wel kunnen ontwikkelen. En wat ik net al aangeef, ik denk dat het goede timing voor mij is om een stap te maken. Ja, ik denk het ook. Mooi man. Dan wil ik hem daar graag mee afsluiten, jongens. Nou, eigenlijk tot slot, waar droom jij nog van, Maarten? Want heel leuk dat je bij ons te gast was. Ja, geen probleem. Maar we willen ook wel even weten wat jouw toekomstplannen zijn. Ja, mijn toekomstplan. Nou, ik ga in ieder geval niet weg bij FC Groningen als het gaat om een podcast maken over FC Groningen. Jullie gaan nog even door. Ja, je weet nooit wat de aanbiedingen gaan zijn in de zomer natuurlijk. Hè? Maar zeker, daar gaan we gewoon nog vooral even mee door. Zolang het gewoon zo leuk is om te blijven doen. En mijn droom met FC Groningen is nog wel echt weer een keer gewoon een Europese uitwedstrijd of zo. Misschien door de komst van de Conference League is dat weer wat makkelijker geworden. Ja, dat voel je een beetje. Hè? Omdat Vitesse nu natuurlijk haalt zo van, dat kan misschien wel weer. Ja, precies. Dat lijkt me natuurlijk wel weer heel gaaf om ook weer een keer wat een Europese tegenstander misschien ook hier te ontvangen. En misschien daarmee ook weer met de podcast bijvoorbeeld content over maken. Maar mijn supporters hart schreeuwt daar stiekem nog wel een keer om lekker het vliegtuig in te stappen. Om ergens anders in Europa een wedstrijdje van FC te kijken. De play-offs zijn nog haalbaar, dus mooie doelstelling. Ja, maak die jongen trots. Dank jullie wel, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal thuis en tot de volgende keer.